De jongens van coach Dennis van Wijk vliegen er meteen in. Bruno Carvalho gaat ervoor, maar Woluwe-keeper Thomas Minsave zit in de weg. Ook aan de overzijde waagt Woluwe zijn kans voor doel. In de 17e minuut is het dan eindelijk zover voor Antwerp. Vermeulen kopt de bal voor de voeten van Dieter van Tornhout. Hij aarzelt niet en knalt een 0-1 tegen de netten. Antwerp domineert de eerste helft en lijkt op weg om die 0-1 voorsprong te behouden. Maar dan krijgt Woluwe een vrije trap. De Brij Sink zet voor en Diowo kopt de gelijkmaker binnen. 1-1 is ook de stand bij de rust. Beide ploegen komen gemotiveerd uit de kleedkamers. Maar dan controleert Camara een voorzet met de hand en gaat de bal op de stip voor Antwerp. Carvalho trapt, maar Minsare het alweer. De match gaat op slot en beide ploegen kunnen geen vuist meer maken. 1-1 is dan ook de uitslag. Die mannen zijn eigenlijk echt totaal niet gevaarlijk geweest. Enkel op die stilstaande fase en zeker als ze dan ook die penalty missen. Dus ik denk dat het meer een gevoel is van 2 punten verloren. Wij hebben een ploeg die, die op de 12e, 11e plaats staat. Dus zo goed zijn wij niet, want de rangschikking die ligt niet. We hebben 9 keer verloren, waarvan we toch wel een keer of 4-5 hadden kunnen winnen. We hebben 8 keer gelijk gespeeld, waarvan we ook wel 4-5 keer hadden kunnen winnen. En dat je 17 punten meer had.